Goedemorgen allemaal, of ja, eigenlijk is het al middag. Ja, vandaag de eerste zoektocht voor het nieuwe jaar, 2023. Ten allereerste, ja, ik heb het in mijn andere filmpje ook al gezegd, iedereen nog de allerbeste wensen voor 2023. En dat het maar een heel goed zoekjaar mag worden. Met heel veel mooie vondsten. Ik ben vandaag even lekker bij mijzelf in de buurt. Salbommel, verschillende speeltuintjes. En ja, ik wil er toch even uit. Dus ik ga het even hier zoeken, jongens. Dit is de eerste speeltuin die ik ga pakken. En misschien ligt er nog wat, misschien ook wel niet. Je weet het natuurlijk nooit. Maar goed, grond genoeg. Het is wel allemaal zeiknat, maar ja, we gaan gewoon even kijken. En ik pak gewoon alleen even het zand. En dan ga ik door naar het volgende stukje. Nou, duitjes, ik ga de spullen even gereed maken. Ik loop vandaag met Nocta Macro LED Sand Park en dan Multi 2. Dan pakt hij ook lekker het kleine spul. En ja, we gaan eens kijken waar ik tegenkom. Ja. Dus ik kom zo meteen bij jullie terug als ik de spullen klaargemaakt heb. Tot zometeen. Houdoe allemaal. Nou, zoals altijd starten we natuurlijk even met de schommelstoel. Ik weet nog steeds niet hoe dat ding heet. Vangnet, schommelnet, ja. Nou ja, goed, we weten allemaal dat meestal onder het apparaat de muntjes te vinden zijn. Dus we gaan kijken. IJzer. Nou, 11, dat is zilverfolie. Ik sta hem even op de detector richten. Kunnen jullie meekijken wat ik allemaal detecteer. Momentje, ja. Jullie zien, het is bestaat uit ijzer en uit geen ijzer. Dus het hoeft ook niet te graven dan. Hier ook weer een piep, 23. En we zien een streepje op het ijzer staan. En we zien een streepje op het niet-ijzer staan. Dus het zal ook wel weer rommel zijn. Maar goed, we gaan toch even graven. Je weet het nooit, hè? Leg de detector even neer. Dan makkelijk met een draadloze koptelefoon. Ik heb het kruisje gezet. Even de schep erin. Schep er weer uit. Het legt hoog. Het zal er niet dat stukje vuurwerk zijn, denk ik. Nee, het is wel rond, hè? Ik gok op een bierdop. Hé, kijk nou eens. Bijna op verkeerde been gezet, maar het is toch een stuivertje. Ja. En een stuiver is toch koper, zou je dan denken. En koper zou toch normaal gesproken... Nou, jullie zien het. Maar goed. Het eerste muntje van het nieuwe jaar in de pocket. Ha, ha, op naar de volgende. En een eurotje in de pocket, jongens. Nou, gaat er werken. 1 euro en 5 cent. Het legt hoog, signaaltje 30. Dit kan wel dus een muntje zijn of wat anders natuurlijk. Je weet het pas als je het eruit schept, hè? Nou, kijk toch eens, jongens. Hoppa. Twee hele euro. Dat is al 3,05 euro. Nou jongens, ze zeggen altijd dat ik een geldwolf ben, maar ik raap ze graag op hoor. In de schatkisten. Op naar de volgende.
aan het geluid te horen is het iets van, ik denk zilverpapier of zo. En inderdaad, een stukje zilverpapier opgevouwen. Ja. Maar ja, het had natuurlijk ook een mooi ringetje kunnen zijn. Ja, laag signaaltje. Dus als je niet graaft, weet je het niet. En meestal graven we altijd rotsje op, hè, zoals jullie weten. Nou, en weer een hele mooie stuiver. En net weer 1,50 euro. Dit zijn toch van die plekjes. Wacht hoor. Dit zijn toch van die plekjes waar je altijd wel wat vindt. Een roze omheen. En dan vallen toch wel uit de zakken vandaan. Dus ik, ja. Ik geef er toch altijd wat speciale aandacht aan. Nou, succes met de tip van Wim. Nou, luikjes, we hebben weer een klein speeltuintje gevonden. Ook daar weer vlakbij in de buurt. Net 3,5 euro ongeveer gevonden. Hoop treklipjes. Ook hier is wat zand. Ben je wel eens eerder geweest? Er woont hier ook een detectorist vlakbij. In deze wijk. Dus ik denk maar dat hij hier wel eens regelmatig even zijn piepstok uitlaat. Maar goed, ik ga toch even proberen. Je weet nooit wat er nog in het zand te vinden is. Nou, ik hoef er niet lang te wachten. Knijter had signaal 41. Dat is een muntje in de euro range. Dus we gaan even kijken. Of het is natuurlijk een blikje, dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, laat ik me even verkeerd op inzetten. Nou, jullie zien het. Toch een blikje in plaats van een muntje. Ja, klonk ik zo hard. Ik zeg altijd, als iets te mooi is om waar te zijn, is het meestal ook zo. Ik dacht toch weer een blikje, maar... Ik schep het eruit en het is toch wat kleiners. Dus we pakken de pinpointer. Kijk jongens, en daar zoeken we voor, tenminste vandaag dan, hè. Ja, op recreatie zoeken, op euromuntjes of sieraden. Maar goed, het is weer een 50 cent, als ik het goed lees. Ik heb mijn bril niet op, maar zo te voelen wel. Op naar de volgende vondst. Kantje 30. Komt het aan? Het is nou, ik denk een buitenlandse munt. Als ik het zo zie, tenminste, ik kan het niet goed zien, jongens en dames. Sorry dat ik altijd de dames vergeet. Het lijkt wel zeshoekig of zo. Komen we op signaal 30 binnen. Ik ga het thuis even goed bekijken. Nou, het schreeuwt in mijn oren, dus het kan niet anders zijn als een euromuntje. En weer een 50 centje opgeraapt. En die komen knijterhard binnen vandaag. Nou, hier twee signaaltjes bij elkaar. Een hoog en een laag signaaltje. Het is iets heel kleins. Een worstenkneperhouder geval. De achterkant van zo'n worstje.
Ja, en soms laat je het wel eens vallen. Dan is het dus heel klein geweest. Ik weet het niet, kom ik er straks wel wat tegen met de detector, denk ik. Legt heel veel zilverpapier. Dit zal denk ik een trekklipje zijn. Maar goed, we komen er pas achter als we het daadwerkelijk in onze handen hebben. En inderdaad, een trekklipje op 29,28. Ja. En de euromunten zitten daar heel dichtbij, de 2 euromunten. Dus ja, ik dacht ik raap het toch even op. Kan haast niet anders als een goede vondst. Oh. Ja, dat kan ook natuurlijk, hè. Een stuk van de knoop. Loei had binnen en weer op het verkeerde been gezet. Maar als je niet graaft, zou je het niet weten. Ook hier ben ik vaker geweest. Dus we gaan kijken wat we tegenkomen. Ik houd eerst even mijn dropje op. En dan ga ik de zoektocht starten. Tot zometeen weer. Houdoe! Nou jongens. Wie het kleine niet eet, hè. Komt er toch weer Juliana geld uit. 10 euro, 10 cent bedoel ik. Ja, een dubbeltje. Hoe is dat mogelijk? Zo, nou, terwijl het begint donker te worden. Middagje, zo bommel. En we gaan even kijken naar de vondsten. Ik heb niet alle vondsten op de foto staan met de graven. Maar we gaan eens even kijken wat er uit het zakje vandaan komt. Nou jongens, dit heb ik vandaag allemaal gevonden. De nodige euro's allemaal. Dus ik... Nou lui, het is vandaag vrijdag en ik ga vandaag een rondje weer in de locatie doen waar ik woon. Allerlei speeltuintjes en ik heb zelf speeltuintjes gevonden die ik nog niet eerder bezocht heb. Dus ik hoop dat daar toch nog wat te vinden is. Hier ben ik een aantal jaar geleden wel eens geweest. Beetje gras, een beetje zand. En we gaan lopen en ik kom natuurlijk weer bij jullie terug als ik een mooi signaal krijg. Nou, een hoog signaaltje, lag wat dieper. Tja, wat zal het zijn, jongens? In de Betuwe. Ja, jullie zien het. En daar heb ik wel eens in mijn tijd. Nou, luidjes, ja, dat viel even tegen, joh. 10 cent, 5 cent, een bout en het was het. En een hele hoop ijzer. Dus ik ga gauw naar het volgende speelplekje toe. En hopelijk dat ik daar wat meer vind. Dus nou, tot zometeen bij de volgende speeltuin. Houdoe! Nou, lui, weer een nieuw zoekplekje. Hetzelfde soort speeltuintje. Koppeltje duikelen en weer zo'n mand. Dus ja, ik hoop dat hier toch wel wat verloren is. Die andere mand, het was harde ondergrond en hier is zachte ondergrond. Ik ga meteen starten en dan ga ik daarna naar een trapveldje op gras. En dan ga ik weer door naar de volgende plek. Nou,
Ik kom bij jullie terug zoals altijd als ik iets bijzonders gevonden heb. Tot zometeen. Nou ja, het is toch weer een muntje. Onder het rolapparaat. Het is niet veel, maar goed, wie het kleine niet eet. Zoals ik altijd zeg, is het grote weer niet weet. En 10 van deze maken toch ook weer een grote. Dus gaan we naar de volgende vondst. Hado. Ik weet het eigenlijk niet. Nou. Zelfs hier kom je kogels tegen. Een huls. Jullie zien het. In een speeltuintje. Het is gewoon ongelooflijk, jongens en dames. Ja, het is, nou ja. Ik heb hem er al uitgehaald. Op naar de volgende vondst. Houdoe. Signaaltje 39. Ik verwacht toch wel een muntje. Nou, het wordt al hoger, 46 zelfs. Dus ik denk toch wel een euromuntje. Nou ja, kijken jullie eens. Toch de moeite waard om hier even te zoeken. En zoals ik zei, bij dat schommelapparaat. Hoe heet zo'n ding eigenlijk? Wie kan mij dat vertellen hoe dat ding nou eigenlijk echt heet? Schommelmand? Ja, ik weet het niet. Nou, vertel het me maar in de reacties. Tot zometeen bij de volgende vondst. Nou, het is uit het gat. Wat is het? Hoe komt het aan? Nou, het is een... ik denk dat ik het kan buigen als ik het schoonmaak. Ik vermoed dat het iets is van een anabandje. Het is in ieder geval zilver. Dus ja, de kerretkoer zal zeggen, ik moet fluiten. Nou, lui, in het pakkie, thuis even schoonmaken, eerste sieraadje van 2023 in de pocket. Hoppoe! Nou lui, en weer een nieuw speeltuintje gevonden. Ja, allemaal gras dit keer. Dus ik ga er even snel overheen zwiepen. Wie weet kom ik wat tegen. Kijk, mooie korfbalpaal. Heb ik vroeger nog gespeeld. Is zelfs heel lang gefloten nog. Oude herinneringen komen naar boven toe. Ja. Nou, genoeg geluld. Ik ga gauw zoeken. Want daarvoor ben ik hier tenslotte. En ik heb nog heel wat speeltuintjes af te lopen. Nou, tot zometeen. Houdoe. Daar zou het in moeten zitten. 32, ja, ik weet het niet. Het kan natuurlijk weer een trekclip zijn. Nou, het is zilverkleurig, een soort steentje ergens van. Nou, het is toch iets van een kindersieraadje geweest, denk ik. Leuk om te vinden. Op naar de volgende vondst. Houdoe. En het gaatje gooien we weer netjes dicht.
hoog signaaltje, dus. En het is de eerste van vandaag. Ja, het is er één. Een mooi zilver kinderringetje. Nou, daar zoeken we natuurlijk voor, hè. Met een paadje erop. Tja. In de pocket. Gauw op naar de volgende vondst. Hattoe. Zo, nou, een paar speeltuintjes gehad, dat is helemaal niks. Een paar keer 5 eurocent. Maar deze speeltuin had ik nog niet eerder ontdekt. Dus hier loop ik voor het eerst. Wie weet, ik hoop dat hier nog nooit iemand gelopen heeft. Je weet het natuurlijk nooit, hè. Maar we gaan eens even kijken. Weer genoeg grond om te zoeken, dus ik ga gauw starten. En mocht ik een mooi signaaltje krijgen, kom ik natuurlijk bij jullie terug. Houdoe! Nou, daar ligt het, hè. Kan niet missen, dat zal een muntje zijn. En dan komt hij tevoorschijn. Ja, een hele nieuwe 10 eurocent. Nou, net al een eurotje. Dus, en een spijkertje. Dus het gaat lekker. Op naar de volgende vondst. Nou, dan moet het liggen. Het zal een stuk blik wezen, denk ik. Nee, inderdaad. Een stukje van een blikje, helaas. Ik dacht misschien een 2 euro muntje, maar het kwam niet zo helder binnen. Goed, in de vuilnisbak en verder naar de volgende vondst. Nou, ik haal net een viooltje omhoog. En jullie het kunnen zien. Het is een soort speeltje voor achter op de jas, denk ik, of zo. Ja, echt leuk om te vinden.